Welkom bij de allerlaatste aflevering van Puur Natuur. We hadden een ander plan. Ja, zouden we Jat gaan gebruiken. Dat is een Ethiopische druk. Maar die moet overgevlogen worden en dat kan helaas niet vanwege de aswolk. Dus we hebben voor iets anders gekozen. Ja, we hebben nu gekozen voor Morning Glory en Wooden Rose. Die geven de volgende effecten. Je wordt er heel erg energiek van en alle kleuren versterken, worden heel erg mooi. En het is eigenlijk gewoon heel erg stimulerend en een vrolijk en blij gevoel. Dus nou, dat leek ons wel prima om mee af te sluiten. Ja, en we doen het hier in het Westerpark, want puur natuur, ja, dat hoor je eigenlijk wel in de natuur. Ja, natuur. Ja. Ja. Veel plezier. Nou, het vermorselen is helaas niet gelukt, dus Nina gaat het nu gewoon in het water gooien en laten oplossen eigenlijk. En misschien hopen dat ze dan makkelijk kapot kan bijten. Nou, we zijn de wachten een beetje zat. Ze worden wel wat zachter, dus we gaan ze lekker gewoon vermorzelen in onze mond met onze tanden. En dan gaan we gewoon opdrinken. Wat verwacht je ervan? Niet zo heel veel eigenlijk, omdat dit is niet iets gelukt. Dus ik ben een beetje bang dat het straks iets doet ofzo. Het proeft eigenlijk een beetje naar zoethout. Maar dan veel minder zoet, dan heel bitter. Bitter hout. Ik ben ook heel erg sloom of zo. Ik heb, als ik iets wil zeggen, dan denk ik... UC Station. Je zit een vreemd luchtje aan. Okay, ik ga proberen te vertellen hoe je je voelt. Heb je wel eens gebloot? Als je hebt gebloot, dan voel je je heel erg... een soort futloos. Wij voelen ons futloos. Maar wel fijn. We voelen ons echt chill. Maar het, weet je wat het wel is? Het is niet zoals met blowen dat je ogen ook zo. En je op zich voelt mijn lichaam nog wel actief of zo. Alleen heel moe. Hoe zeg je dat nou? Ja. Je geest is actief, maar je lichaam voelt moe. Ja, maar je spieren zijn ook wel heel kriebelig en zo. Of heel gevoelig of zo. Ja. Een beetje misselijk. Ik voel me echt beroerd. Ik had ook nog niks gegeten van tevoren. En ik dacht, het is wel goed, want er stond het moet op een lege maag. Maar dat gaat niet helemaal goed af voor mij. Ik ben echt super misselijk. En voor de rest heb ik wel een vrolijk gevoel of zo. Dus dat zal daar dan weer vanaf komen. Want als je misselijk bent, ben je meestal niet vrolijk. Ja. Nee, ik voel me stoned. Ja. Echt gewoon zo. We willen dan nog even een verslagje doen over de afgelopen keer toen we Puur Natuur hebben opgenomen. Toen onze cameraman weg is gegaan, is de trip pas echt ingeslagen. En hoe vond jij dat? Nou, we zijn op een gegeven moment naar Nina's huis gaan lopen. En onze benen waren zo licht. En we hadden het allemaal over rare dingen, over hoe onze hakken klonken op de grond. En dat we van naar Friesland konden lopen en dit en dit en dat. Dus dat was echt wel heel grappig eigenlijk. Toen waren we eigenlijk nog heel vrolijk van. En onze pupillen werden heel groot. En we gingen naar de snackbar om patat te halen. Want we hadden onwijs trek in. Maar toen we aan het eten waren, toen lukte het niet. Toen heb ik het maar gestopt. Ik werd toen heel misselijk. En toen had ik echt zoiets van, ik wil er nu klaar mee zijn. Toen een uurtje later was het wel weer heel fijn. Toen hebben we heel lekkere gesprekken gehad. Lekker gelegen. Toen hebben we onze patat weer opgewarmd in de magnetron.
Maar het was echt heel erg heftig. Het heeft denk ik echt zeker 6 uur geduurd. Ja, ik ben toen op een gegeven moment naar huis gegaan. En ik heb echt tot 00:30 of wat dan ook, heb ik nog liggen te trippen. En het ging ook echt in fases. Want eerst was je heel druk en vrolijk. En toen ik thuis aankwam, was ik weer helemaal hyper. En daartussendoor waren we dus heel moe. En hebben we echt hele diepe filosofische gesprekken gehad. Dus het is echt een trip die zijn eigen lagen kent. Het is steeds anders. Na 10 minuten kan die trip weer heel anders zijn. Dus nou, als je het gaat doen, moet je wel echt even de tijd ervoor nemen. Want het duurt gewoon heel lang. Nou, mensen, bedankt voor het kijken allemaal. Doei. Going nowhere, but I believe one day.